Dus we hadden dat vervloekte apparaat gisteren gewoon kunnen laten staan? Ja, dat kon ik ook niet weten. We hadden net zo goed gewoon een nieuwe plaat op kunnen zetten. Nou, gelukkig kennen we de weg. Ja. Kijk uit! Nou, ik geloof dat we het dieptepunt nu wel bereikt hebben, hè? Spijbelen, de boel saboteren, oké, maar een klasgenootje neerslaan, dan gaan we te ver. Dat had ik ook niet moeten doen. Juffrouw Rozeboom heeft jou altijd de hand boven het hoofd gehouden. Maar volgens mij verdien je dat helemaal niet. Wat zou je zelf doen met zo'n agressieve leerling? Straffen? Nee, die fase hebben we gehad. Dat werkt bij jou blijkbaar niet. Dan weet ik het ook niet. Ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat jij ons nu precies gaat vertellen wat er bij jou thuis aan de hand is. Hoezo? Juffrouw Rozeboom zegt dat jouw zusje een soort wonden heeft. Ik was verplicht dat te melden. Aan de politie eigenlijk, maar we wilden jou beschermen. Ik heb het niet gedaan. Oh nee? Volgens mij ben jij thuis een behoorlijke tiran, net als hier. Sla je alleen je klasgenoot of ook je zusje? Laat het toch op, man! Als jij het niet hebt gedaan, ben ik benieuwd wie dan wel. Hé, begrijp nou. Misschien kunnen we je nog helpen, hè? Anders moeten we de politie inschakelen en... Oké, ik ben een tiran en een klootzak. Allemaal waar. En ik sla mijn zusje. Berend. Dus pas maar op, want ik heb losse klauwtjes. Berend. Val toch dood, man! Berend! Kun je toch niet zomaar laten gaan? Ga wat ga je doen? Geen idee. Even tekenen en dan kom ik hier nooit meer terug. Hier. Wacht even, volgens mij klopt er iets niet. Zeg, we willen graag naar huis. Hier, TKX 101. Wat? En dit is de TKT 107. Ja, nou in. Nou, ik heb wel geen verstand van die apparaten, maar volgens mij hebben wij behoefte aan het apparaat dat wij besteld hebben. Ja. Ambulance voor Laatweg 34. Kind met brandwonden, bleekmerel. Komt u alstublieft snel. Ja, snel. Ja,
verteld. Moet je eens kijken. Hé, hey, zo. Tommietje, kom maar. Berend! Ik ben uiteindelijk naar beneden Ik krijg zojuist een melding binnen van een aanrijding met een bromfietser op de Laatweg. Had Berend een zwarte helm op met erop een Bob Marley sticker? Irene? Ze haalde toen niet mijn moeder bij me weg, hè? Maar ze kan ook heel aardig zijn, hoor. Ik weet het. Irene? Waar is mijn zusje? Irene? Ja. De vrachtwagenchauffeur had wel oog voor het verkeer, maar hij was niet scherp genoeg. Hij had de fietsen zien aankomen, maar hij wist niet dat op dit fietspad verkeer van links en rechts kan komen. En dat werd Berend uiteindelijk fataal. Fietsers en bromfietsers moeten op dit soort fietspaden extra alert zijn. Berend heeft het ongeluk overleefd, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Zijn rechterbovenbeen is verbrijzeld, zijn onderbeen en zijn linkerbeen zijn gebroken. En bovendien heeft hij hoofdletsel opgelopen omdat zijn helm niet goed genoeg vastzat. Berends moeder en Elsje worden onder toezicht gesteld van de kinderrechter. En bovendien heeft Berends moeder psychiatrische hulp nodig vanwege een extreme en pathologische vorm van smetvrees. Ik geloof dat we het dieptepunt nu wel bereikt hebben, hè? Spijbelen, de boel saboteren, oké, maar een klasgenootje neerslaan, dan gaan we te ver. Dat had ik ook niet moeten doen. Juffrouw Rozeboom heeft jou altijd de hand boven het hoofd gehouden. Maar volgens mij verdien je dat helemaal niet. Wat zou je zelf doen met zo'n agressieve leerling? Straffen? Nee, die fase hebben we gehad. Dat werkt bij jou blijkbaar niet. Dan weet ik het ook niet.
Ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat jij ons nu precies gaat vertellen wat er bij jou thuis aan de hand is. Hoezo? Juffrouw Rozeboom zegt dat jouw zusje een soort wonden heeft. Ik was verplicht dat te melden. Aan de politie eigenlijk, maar we wilden jou beschermen. Ik heb het niet gedaan. Oh nee? Volgens mij ben jij thuis een behoorlijke tiran, net als hier. Sla je alleen je klasgenoot of ook je zusje? Laat het toch op, man! Als jij het niet hebt gedaan, ben ik benieuwd wie dan wel. Hé, begrijp nou. Misschien kunnen we je nog helpen. Hè? Anders moeten we de politie inschakelen en... Oké, ik ben het tiran. En een klootzak. Allemaal waar. En ik sla mijn zusje. Berend. Dus pas maar op, want ik heb losse klauwtjes. Berend. Wat toch dood, man? Berend! Kun je toch niet zomaar laten gaan? Ja, wat ga je doen? Geen idee. Even tekenen en dan kom ik hier nooit meer terug. Hier. Wacht even, volgens mij klopt er iets niet. Zeg, we willen graag naar huis. Hier, TKX 101. Wat? En dit is de TKT 107. Ja, nou in. Nou, ik heb wel geen verstand van die apparaten, maar volgens mij hebben wij behoefte aan het apparaat dat wij besteld hebben. Ja. Ambulance voor Laatweg 34. Kind met brandwonden, bleekmeren. Komt u alstublieft snel. Ja, snel. Ja. Goedemiddag. Mevrouw.
Ik ben uiteindelijk naar beneden gegaan. Ambulance voor Laatweg 34. Kind met brandwonden, bleekmiddel. Komt u alstublieft snel. Elst. Ja, snel. Ja. Kom maar. Berend!